Het kabinet gaat gemeentes vrijlaten om zelf te beslissen over zondagsopening of wel sluiting. Wat vindt u daarvan? Wij vinden dat een heel slecht onderdeel uit het regeerakkoord. De ChristenUnie is een partij die zich tegen de 24-uurseconomie keert. Wij vinden dat er één dag in de week zou moeten zijn waarin de mensen hun tijd op een andere manier besteden dan ongebreideld consumentisme. En dit voorstel uit het regeerakkoord moedigt dat juist aan door ook elke gemeente de mogelijkheid te geven om 52 koopzondagen te hebben. En daar zijn wij dus een tegenstander van, juist omdat we vinden dat die ene dag in de week op een andere manier ingericht zou moeten worden. Nou, wij vinden dat de gemeente daar heel gauw mee aan de slag moet. De gemeente was er al mee bezig. De raad heeft een breed gedragen motie aangenomen waarin al werd gevraagd van ga nou eens kijken of Amstelveen tot toeristisch gebied aangemerkt kan worden, want dat was de oude regeling. Dan mag je meer koopzondagen hebben, dat is een beetje wat vreemde regeling. En nu is inderdaad in de Tweede Kamer een initiatiefvoorstel van D66 en GroenLinks aangenomen waarin het aan gemeente wordt gelaten om zelf het aantal koopzondagen te bepalen. Ze hebben het college opgeroepen om dat mee te nemen in hun plannen voor de koopzondagen en daarbij ook te kijken of winkeliers niet zelf kunnen bepalen hoeveel zondagen ze open zijn. Maar is het dan bij de regeling van de koopzondagen 52 weken open niet mogelijk dat individuele winkeliers gewoon dicht blijven? Dat kan natuurlijk wel zo zijn, maar daarmee zorg je er wel voor dat hun concurrentiepositie slechter wordt. En dat zal voor grote zaken geen probleem zijn, maar juist die kleinere ondernemers die worden dan gedwongen om op zondag open te zijn, terwijl ze eigenlijk geen personeel kunnen hebben. En dat er eigenlijk een aanslag wordt gepleegd op hun gezondheid, dat ze eigenlijk 7 dagen in de week moeten werken. Wij willen die kleine ondernemers dat niet aandoen. Maar we staan hier bij het Stadshart, daar zitten bijna geen kleine ondernemers meer. Dat klopt. Er zijn hier veel grote zaken. Er zijn er nog wel een aantal kleinere zaken, maar dan zeggen wij ook van wij willen als ChristenUnie niet meewerken aan een beleid waarin de bewoners van Amstelveen eigenlijk de mogelijkheid wordt gegeven om dan een consumentisme te hebben op zondag. Je krijgt misschien dan een winkelcentrum waarbij de ene helft van de winkels dicht is en de andere open. Is dat erg? Nou, dat hoeft niet erg te zijn. Als je kijkt naar Haarlem, daar hebben ze ook heel veel koopzondagen al. Dat is aangemerkt als toeristisch gebied. En daar zie je ook dat sommige winkeliers ervoor kiezen om dicht te zijn waar anderen open zijn. Nou ja, dan kun je nog steeds genoeg winkelen en blijkbaar is het daar geen probleem. Dus ik zou niet weten waarom het in Amstelveen wel een probleem zou zijn.